Hi, ik ben Jacqueline van Lieshout van ontwijnen.nl en in deze video ga ik het hebben over wel of niet stoppen met alcohol. Want waarom zou je daar nou helemaal mee stoppen? Zoveel mensen in de afgelopen 2,5 jaar hebben tegen mij gezegd, ja, maar helemaal stoppen. Is het leven dan nog wel leuk en heb je er dan nog wel zin in en zijn feestjes nog wel leuk? En ja, je moet toch een slechte eigenschap hebben of nog iets, echt zo'n dooddoener. Je moet ergens aan doodgaan, dat soort gekkigheid. Nou, ik heb ondervonden dat ik het leven zonder alcohol vele malen leuker vind dan met. En ik kan me heel goed voorstellen als je dit ziet en je drinkt graag, dat je denkt, nou, daar kan ik me dus echt helemaal niets bij voorstellen. Dus ik wilde je graag eens de voordelen van een alcoholvrij leven vertellen. En hopelijk inspireert het je om zelf iets met alcohol te doen. Of dat nou helemaal stoppen is of gewoon drastisch minderen. Of er gewoon eens überhaupt over nadenken. Nou, de mooiste voordelen komen al vrij snel. En dat zijn de fysieke voordelen. Dat is fantastisch afvallen. Heerlijk slapen, echt sensationeel slapen. En beter slapen resulteert in zoveel dingen. Weet je, mooiere huid, mooier haar, fitter, energieker. Geen trek meer in allerlei koolhydraten of allerlei junkfood-achtige troep overdag. Niet alleen op de katerdag, maar gedurende de hele week. Je zit lekkerder in je vel. Je sporten activiteiten zijn veel effectiever, omdat door die betere slaap je vetverbranding en je spieropbouw veel beter is. Die twee dingen gelden ook voor wanneer je aan het drinken bent. Want wanneer je alcohol drinkt, dan stopt de vetverbranding en stopt je spieropbouw op dat moment. Omdat je lichaam maar één ding wil doen en dat is vechten tegen het gif. Dus vechten tegen die alcohol, het omzetten in een voor je lichaam acceptabelere stof. Dus dat zijn alle fantastische fysieke voordelen. Om het nog maar niet te hebben over hoeveel geld het je scheelt en dat je altijd naar huis kan rijden en dat je er niet altijd over na hoeft te denken. Want misschien ken je het wel, je maakt wel eens een afspraak, bijvoorbeeld voor een zaterdagochtend of een zondagochtend, en dan komt er ineens een feestje of een borrel tussendoor. En dan moet je dat dus gaan kiezen. En velen van ons, als ze echt heel eerlijk zijn, dan kiezen ze dan liever voor dat borrelavondje dan voor wat er die dag daarna komt. En ja, dat ga je dan op een gegeven moment heel normaal vinden. Maar dat kan je gewoon wel heel erg in de weg zitten. Omdat je toch zoiets hebt van, ja, weet je, ontneemt eigenlijk een beetje je vrijheid. En dat is het tweede gedeelte aan voordelen. Dat zijn de mentale voordelen. Ik voel me mentaal echt 20 keer sterker. Super scherp, altijd fit, kan altijd afspreken. Mijn dag start gewoon lekker om 6:15 ochtends. En ja, die vrijheid die het me geeft. Ik hoef er ook niet meer over na te denken van, zal ik gaan drinken? Wie rijdt er? Hoeveel neem ik vanavond? Weet je wel, wat doet het allemaal met me? Al die stress daarvan is verdwenen. En ik kan me best voorstellen als je nu nog zelf graag drinkt, dat je denkt van, weet je, dit weegt niet op tegen het plezier van die alcohol. Misschien plant het toch een zaadje bij je om er eens over na te denken. Dat hoop ik althans. Dankjewel en tot snel.